Opa heeft hem ongeveer 25 jaar geleden heeft hij ze op een veiling gekocht voor ongeveer 1000 gulden per stuk. Dat was voor een goed doel. Nou, Rien Portvliet, de meeste mensen zullen dat toch kennen, want er zijn heel veel boeken verschenen van zijn hand met heel veel tekeningen daarin. Hè. Hij is geboren in 1932. Hij gaf al snel blijk van een talent voor tekenen. Hij ging natuurlijk werken bij een reclamebureau. Maar toen hij een jaar of 30 was, toen besloot hij om voor zichzelf als illustrator te gaan werken. Maar toen kwam hij op het idee om boeken te gaan uitgeven en om die boeken te voorzien van zijn tekeningen. En dat was een doorslaand succes, want hij heeft heel veel boeken verkocht. Briesend paard is daar een mooi voorbeeld van. Hij was een hartstochtelijk jager en daarom bestaan er van Portvliet zoveel tekeningen die te maken hebben met dieren. Daar is dit trouwens een mooi voorbeeld van deze buizerd en daar dat schaap, aquarel. Deze is van een hele andere orde. Mm-hmm. En dat is een hele leuke, gezellige tekening van mensen die naar het strand gaan. En deze boer die daar staat, die ziet de zaak eens aan. En die denkt er ongetwijfeld het zijn ervan. Ja. Werk van Portvliet is zeldzaam. En dat komt omdat hij van de opbrengst van die boeken heel goed kon leven. Dus hij heeft heel weinig werk verkocht. Zeldzaam werk dus. Betekent ook dat ze waarde hebben, want verzamelaars zijn de tuk op deze dingen. Deze aquarel taxeer ik op 2000 euro... En deze op 3000 euro. Wauw. Ja. Nou, oké. Mooi familiebezit. Nou, prima. Ja.